Het Marwina ziekenhuis in Albina is vorige week woensdag door bouwbedrijf Sugrula officieel overgedragen aan de Surinaamse overheid. De benodigde stukken daarbij zijn getekend door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid, die de staat vertegenwoordigde, en een vertegenwoordiger van het bouwbedrijf. De bouw van dit ziekenhuis is gestart in 2012 en wordt gefinancierd uit het Algemene Ontwikkelingsfonds van Frankrijk, AFD. Het ziekenhuis bestaat uit een hoofdgebouw met daarin verschillende afdelingen, waaronder een laboratorium, een apotheek en een spoedeisende hulp. Minister Pengel benadrukte dat de opening van het ziekenhuis binnen niet al te lange tijd zal geschieden. Volgens de bewindsman wordt nu de tweede fase van het project ingezet. De operationalisering. Er is een operationaliseringsteam dat vandaag de verantwoordelijkheid op zich zal nemen en overgedragen zal krijgen vanuit de directievoerder en de aannemer. En dat gaat ook een helft job zijn. Het ministerie heeft de heer Herman Genti gevraagd en heeft bewilligd om de coördinatie van de operationalisering voor zijn rekening te nemen. Meneer Genti, wilt u even opstaan dat iedereen weet wie u bent? Meneer Genti is uit de gemeenschap. Hij is op dit moment verpleegkundig directeur van het PCS. Maar ook in de afgelopen 2 jaar heb ik een aantal keer met hem gesproken. En ik weet dat hij uit de samenleving komt. Ik weet dat hij een hele goede job zal doen in de komende maanden. En meneer Genti, ik ga het niet moeilijker voor u maken, maar voor kerst willen we wel weer hier zijn. Minister Patrick Pengel riep de plaatselijke gemeenschap op het ziekenhuis te koesteren. De bewindsman ging ook in op andere projecten die zijn ministerie in de nabije toekomst zal realiseren. Een ziekenhuis is slechts een ziekenhuis. Maar gezondheid is iets wat we met z'n allen moeten bereiken, wat we met z'n allen moeten koesteren. En iedereen moet er aan meewerken. Dus in de komende 2 jaar zult u ook zien dat er activiteiten in Mungo zullen zijn, waar wij dus een nieuw gezondheidscentrum zullen bouwen voor de RGD in Mungo. We hebben net het gezondheidscentrum Albina dit jaar ook opgeleverd. De samenwerking met het ziekenhuis in Saint Laurent, maar ook de samenwerking met de polyklinieken langs de Marowijnenrivier en in de andere gebieden van Peto tot, laten we zeggen, de diensten die de medische zending samen met de RGD ook uitvoert. Dat gaat heel erg belangrijk zijn dat we het beleid dat het ministerie heeft van preventieve gezondheidszorg tot curatieve zorg, dat we daar in ruime mate invulling aan geven. De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel. Hij sprak vorige week woensdag bij de officiële overdracht van het Marwina ziekenhuis in Albina. Het streven is om voor eind dit jaar het ziekenhuis operationeel te stellen.